Anne, vanavond hebben jullie tegen Jette. Moeilijk wedstrijd gespeeld, maar toch verdiend gewonnen. Ja, dat klopt inderdaad. We zijn heel lax aan de wedstrijd begonnen. Dat zie je ook door de eerste tegendoelpunt. En dan maken we het onszelf onnodig moeilijk. Dus dat is inderdaad een beetje het beeld van de wedstrijd geweest eigenlijk. Hoe komt het dat je Mechelen was aan de leiding, dan is Jette voorgekomen, maar het karakter van de speler heeft er versie gemaakt. Maar hoe komt het in de wedstrijd dat de tegenstrever zo vooraan gaat? Onze sterkte is eigenlijk helaas ook onze zwakte. We hebben een hele jonge ploeg. Je ziet het ook, we hebben een 15-jarige speler, we hebben een 17-jarige speler. En die missen die ervaring. Als je 3-1 voorstaat, moet je altijd de wedstrijd op ervaring uitspelen. Geen risico's nemen, altijd je man volgen. Niet onnodig je manneke laten weglopen in de rug. En dat zijn helaas alle zaken die dan juist wel gedaan worden. Waardoor we tot 4-3 weer achterkomen. En ja, gelukkig hebben we het toch kunnen ombuigen door even terug karakter te tonen. De spelers met de nodige ervaring op het einde de ploeg op sleeptouw nemen. En zo hebben we toch de punten thuis kunnen houden. De kapitein heeft de weg getoond. Zo zou ik het niet zeggen, maar ik heb mijn steentje bijgedragen, dat klopt. De sponsor, Frédéric Thibault, was hier vandaag aanwezig. Is het iets speciaals als een sponsor en ook een persoon die voorzitter was, de aftrap kan geven? Zeker en vast. Het was eigenlijk meer dan een sponsor die vandaag een aftrap is komen geven. Ik weet nog heel goed dat ik vroeger hier als jongetje naar de wedstrijden kwam kijken. En Frederik stond toen zelf nog in doel. Dus Frederik is een oud speler, een oud voorzitter en een sponsor nu ook. Dus Frederik is zoveel voor de club. Dus dat is altijd heel fijn om hem terug te zien op een vrijdagavond. Dat klopt. Voor de club, maar ook voor het project Salam Mechelen, die spelers in het leven helpt. Absoluut. En op dat vlak heeft Frederik ook een heel groot aandeel gehad en nog steeds in het uitbouwen van Salam Mechelen tot wat het vandaag is. En daar zijn we hem ook dankbaar voor. Hij is een partner bij ons, een sponsor. Dus we zijn hem heel dankbaar daarvoor, dat klopt.